Deelnemers, start vrij. Eerste koers van de dag, dames en heren. Daar kunnen we niet op spelen. Daar kunnen we alleen naar kijken. Die staat op pagina 27 onderaan, links. De Zilveren Stakes, de Victoria Park Zilveren Stakes, die was eerder geannuleerd. Vandaag wordt die alsnog verreden en er zijn 3 paarden aan de start. Onder nummer 1 Zico, André Bakker, de 2 Jezelo, Stefan Schoonhoven en de 3 Zwaanstien en Wim Duivenvoorde. Ze gaan op dit moment achter de auto. Eerste prijs in deze koers is €1.155. Dat is op 100 meter van het startpunt. En de start is gevallen. Zilveren Stakes is onderweg. En na de start neemt Jezelo de leiding. Op de tweede plaats daarachter gaat Zico plaatsnemen. En plaats 3 is dan automatisch voor Zwaansdien. En zo gaan ze met z'n drieën de rechterbocht in. Tempo wordt gemaakt door Jezelo. Jezelo die bezig is aan een prima seizoen. Jezelo die al de nodige koers heeft gewonnen. En ook in Duitsland succesvol was met Stefan Schoonhoven. Wordt gevolgd door Zico. Zico die nog niet zo lang op stal staat bij Jeroen Engweda. Daarachter zit André Bakker. Man die gisteren 2 keer won op de baan van Gelsenkirchen. Deed hij met Babette Flevo. En daarna ook nog eens een keer met Abrazzo Damour. Hij had 2 starts, 2 winnaars en hij ligt er nu weer mooi in. En op plaats 3 volgt Zwaansdien en die zagen we de laatste keer in actie. Onder andere ook op de baan van Dienslaken met Wim Duivenvoorde. En daar heeft hij ook heel makkelijk gewonnen. 3 goede paarden dus op weg naar de linkerbocht. Jezelo maakt het tempo. Vlak daarachter ligt dan Zico en daarachter sluit nu ook aan op de rug van Zico. Nog een halve lengte ertussen, Zwaansdien. Zo gaan de paarden de linkerbocht door. De opening was 1:16:09. Tempo is ietsje naar beneden gegaan en nog altijd maakt Jezelo dat tempo. Jezelo komt als eerste de rechterlijn voor de tribune weer in. Wordt gevolgd door Zico en Zwaansdien. En voorlopig geen positiewijzigingen. Dat zal voorlopig ook even zo blijven, denk ik. Rondje verder, dan zal er wat gaan gebeuren. Deze die deelnemers hebben het voorlopig even niet zo druk met elkaar. Ze gaan die volgende ronde in en dat doen ze met Jezelo vooraan. Jezelo maakt het tempo. Tussentijd 16:07. Eerste kilometer 16:04. Tweede daarachter is Zico en daarachter Zwaansdien. Die steeds een heel klein gaatje laat vallen naar Zico. Die zal straks toch de tanden op elkaar moeten zetten. Het gaatje wordt nu nog iets groter. En Jezelo en Zico lopen weg bij Zwaansdien. Wim Duivenvoorde trekt de proppers. Kijken of dat helpt. Ze gaan de rechterlijn overzijde in. Met Jezelo nog altijd aan de leiding. Jezelo vlak daarachter Zico. En die wil je toch eigenlijk niet zo dicht achter je hebben. Zico heeft een aardig stukje speed. En Zwaansdien die lijkt geklopt voor de overwinning. Of hij moet nog iets heel bijzonders gaan laten zien. Maar voorlopig lijkt dat er niet op. Ze zijn op weg naar de laatste 500 meter. En de tussentijd nu is 1:12:09. Spektakel genoeg, ook al zijn het maar weinig paarden. En het is nog altijd Jezelo die leidt. Jezelo, Zico vlak daarachter en Zwaansdien lijkt geboekt voor de derde plaats. Ook dat levert nog aardig geld op en zo gaan de paarden de laatste bocht door. En inmiddels is Jezelo halverwege de laatste bocht. Tweede plaats daarachter Zico. En die twee gaan het onderling uitmaken. Zou Zico nog wat achter de hand hebben? Bakker heeft vorm. Op dit moment alles wat hij rijdt wint bijna. Hij gaat naar het tweede spoor en hij komt ernaast. Hij komt er schuin naast. Nog niet helemaal naast. En Jezelo versnelt nu. Jezelo, Zico aan de buitenzijde probeert het. Jezelo aan de binnenzijde heeft nog altijd voordeel. Schoonhoven doet weinig, heeft nog altijd een lengte. Schoonhoven lijkt de zaak onder controle te hebben. Zico wil wel, maar kan niet. Het is Jezelo die gaat winnen. Zico wordt tweede en de derde plaats is voor Zwaansdien. Laatste tussentijd was 1:13:03 en over de afstand ging het 1:14:08. En dat, dames en heren, leidde tot een brede glimlach op het gelaat van Stefan Schoonhoven. De kop is er weer af voor het nieuwe seizoen. Victor